Het Pinkse Weekend staat voor de deur. Mocht je naar Pinkpop gaan, neem dan eventjes een regenjas mee en check de buiraden. Want er gaat wel het een en ander veranderen en het wordt ook minder warm. Boven Frankrijk gaat er vanmiddag een heel klein lage drukgebiedje ontstaan. En dat komt onze kant op. In de loop van de nacht trekt dat vanuit het zuidwesten over. En dat veroorzaakt een aantal pittige regen- en onweersbuien. Deze lijn. Dat is de scheidingslijn tussen de koude lucht vanuit het westen en de warme lucht waar wij in zaten. En als dat over is getrokken, dan moeten we het doen met een graad of 20. Groot verschil dus met vandaag. Voor morgen betekent dat concreet in de ochtend een aantal pittige regen en onweersbuien. Die trekken naar het oosten weg. In de middag wordt het geleidelijk aan wel wat droger. Iets meer zonneschijn. Temperaturen 20 tot 24 graden. Eerste pinksterdag ziet er wat dat betreft een stuk beter uit. Wat betreft het weer, heel veel zonneschijn, wat stapelwolken, misschien een enkel... Buitje, maar het stelt niet veel voor. Temperaturen daarentegen, daar zal je aan moeten wennen. Een 18 tot misschien 22 graden. Tweede Pinksterdag, iets meer bewolking en opnieuw weer kans op een bui. Dinsdag, dat is echt even een dipje. Koel cool en wisselvallig, maar vanaf woensdag, dan keert het mooie zomerweer gewoon weer terug. Fijn weekend!